Jozefs dood. Jozef bleef in Egypte wonen met zijn hele familie. Hij werd 110 jaar. Hij zag Efraïms kleinkinderen nog en ook de geboorte van de kinderen van Macheer, de zoon van Manasse, maakte hij nog mee. Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: God zal zich jullie lot aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen. Jozef stierf toen hij 110 jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd in Egypte.